Gaan die niet alleen naar kinderen? Oh. Ja, ik mag hopen dat ze niet bij het bed staan van een 40-jarige. Hallo! Dan zal ik die gelijk weer zo die stekker. Moes, gaan we naar huis? Gaan we weer naar huis? Ja, huis! Huisje lekker schoon achtergelaten. Deze view gaan we missen. Maar op een dag hebben we zelf een farmmoes. Dan kan je heel de dag buiten lopen. Het is zo fijn dat ik nu eerlijk kan zijn over hoe ik mij voel. Want jullie moeten echt niet denken dat ik heb gelogen over dat ik aan het helen ben van een trauma. Tuurlijk is dat voornamelijk de reden waarom ik een break had genomen met vloggen. Maar het is zeker zo dat ik me ook gewoon fucking beroerd voelde. Zoals ik al zei, zijn het hele heftige eerste weken, zelfs maanden geweest. En ik hoopte stiekem dat dat nu wel een beetje voorbij zou zijn. Omdat ik al 15 weken ben. Maar ik ben zo misselijk. En eerst had ik het de hele dag, dus dat is nog erger. Nu merk ik dat het wel alleen echt in de ochtend aanhoudt. En dan vooral als ik op pad ben. Dus als ik een vroege afspraak heb. En ja, dat is voor mij eigenlijk gewoon niet meer echt te doen. Ik heb nu bijvoorbeeld om 11 uur afgesproken. Dan moet ik om 10 uur weg. Ja, dat is helemaal niet super vroeg of zo. Maar dat is voor mij wel een punt dat ik eigenlijk kotsmisselijk ben. Dus kun je nagaan dat alles daarvoor echt als hel aanvoelt. En dan heb ik natuurlijk die koppelshoot gedaan, waar ik 9 uur 's ochtends aanwezig moest zijn. Ik heb evenementen gehad waar ik ook heel vroeg moest zijn. Ik heb afspraken gehad en bezichtigingen gehad waar ik om 8 uur 's ochtends moest zijn. Dus dat was echt heel pittig. En nu bijvoorbeeld ook, het is 10 uur. Ik heb een croissantje op, ik heb een banaan op. Want heel veel zwaarders moet ik ook niet gaan doen. Ik heb ook een tijdje heel veel ei in de ochtend gegeten. Nou, dat gaat er gewoon allemaal direct uit. Als ik erover praat, word ik dus al misselijk en ga ik al bijna. Dus ja, het is zwaar. Maar goed, ik weet waar ik het voor doe. Zo, het is al oké. Okay. En elke keer als ik bij de echo dan zie dat het heel goed met de baby gaat, denk ik, oké, thank God. Thank fucking God. Het is dus echt ergens voor. En volgens mij betekent dat alles alleen maar beter gaat. Het is voor mij zelfs een beetje geruststelling dat alles gewoon werkt en alles gewoon groeit. Dus nou ja, het is prima, alleen gewoon heel erg zwaar. En dan te bedenken dat ik natuurlijk een baan heb waarbij ik zelf mijn tijd mag indelen. Dus ik zou dingen kunnen afzeggen, ik zou dingen kunnen verschuiven. Ik heb nu zo'n andere blik op gewoon vrouwen in het algemeen die gewoon een 9-to-5 job hebben. Of ja, stel je bent stewardess of zo, je moet de hele tijd vliegen. Yo. Wij vrouwen zijn zo teringsterk. Hou op met mij. Maar goed, ik zit niet zomaar in de auto. Ik heb ook echt heel veel zin in deze afspraak. Ik ga met Max de video editen. Waarmee wij bekend gaan maken dat we een kindje krijgen. Ik ben super excited. En gisteren hebben Vee en ik het muziekje afgemaakt. Er heeft een gitarist voor ons wat ingespeeld. Ik heb de tekst opgenomen. En elke keer als ik het hoor moet ik huilen. Maar toch wil ik het nu weer horen. But yeah. We love a good cry, right? We love a good fucking cry. Yo, die gitarist is echt gedeeld. My heart.
eigenlijk de hele fucking dag huilen vandaag. Omdat we natuurlijk alle beelden onder dit nummer gaan zetten. Dus, oh. Oh mijn god. We hadden het van niemand anders willen leren. We are growing love with love. Dat ik jouw mama mag zijn, zal ik voor altijd eren. Oh mijn god, ik moet echt stoppen. Max gaat echt denken, fucka. Waarom kom je helemaal emotioneel hier aan? Momenten die je niet zo makkelijk vergeet. Ik vind die andere toch sterk. Ja? Ja. Momenten die je niet zo makkelijk vergeet. Beter? Ja. Maar moet hier echt even wel dit wel fixen? Ja, hij is heel magenta. Wat? Dat is het begrip van Tess. Wat is dat dan? Roze. Zij moet meer naar de greenish. Zo. Jezus Christus, dat is heel groen. Nee. Ik denk dat Tess echt heel erg moet helpen met kleuren. Wij kunnen er echt geen. Maar is het niet goed? Nee. 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 Daar word ik echt boos van. Ik wou dat ik je ogen had. Echt hè? Daar ik zo van. Ja, we moeten eigenlijk even zo'n cursusje volgen. Cursus wat kleuren zien. Grading. Ja, maar ik zie toch geen kleurschap? Oh ja! Oh ja! Oh nee, dat was ik vergeten. Ja, dan voel ik me nog slecht, want ik zie het wel en ik zie het niet. Ik voel me echt vreselijk. Ik ben zo moe. Felix had vannacht een hoestaanval. En ja, dan word ik wakker en kan ik niet meer slapen. Mijn nek doet ongelooflijk veel pijn. Het is echt heel raar, maar ik vind mijn kussen niet meer lekker liggen. Dus toen had ik een andere gevonden die ik ineens wel heel lekker vond liggen. Die normaal veel te zacht is voor mij. Maar nu vind ik die ook niet meer lekker liggen. Dus ben ik toch weer terug naar mijn harde kussen gegaan. Maar nu heb ik zo... En ik ben heel misselijk. Ik snap het niet zo goed, want het ging eigenlijk weer heel goed met de misselijkheid. So I don't really get what's going on. Nou ja, waarschijnlijk is het heel normaal hoor, dat het alle kanten op gaat, maar irritant is het wel. Ik ga naar Rotterdam toe nu. Want ik ga lekker meteen nageltjes doen. Daar heb ik wel echt zin in. Zoals jullie hebben kunnen zien, heb ik mijn care package al... klaargemaakt met broodjes en thee. Nou, ga je nog rijden? Oh, Jezus. Ik merk echt dat ik niet goed heb geslapen. Dan ben ik gewoon veel meer prikkelbaar. Maar goed, we'll be fine. Coco komt ook naar Natasja toe, ook al heeft ze geen afspraak voor de voeten. Ze komt lekker kletsen en eten brengen voor me. That's what you call a best friend. En daarna ga ik naar Utrecht voor mijn nagels. Want Munk is met zwangerschapsverlof en verhuisd naar een andere stad. Dus ik ben Munk voor altijd kwijt. Ja, tenzij ik echt een hele belangrijke appointment heb voor mijn wedding of zo. Natuurlijk rijd ik dan naar Zeeland, maar
om nou elke 3 weken op en neer naar Zeeland te rijden, no thank you. Dus ik ga nu voor het eerst in Utrecht even kijken hoe dat is. Want ik wil gewoon iets dichtbij. Amsterdam vind ik eigenlijk ook al te ver. Want I don't really feel well. Maar goed. Eerst even lekker mijn voetjes doen. Wauw. Ik heb net een belletje gehad van de verloskundige. Ik heb bloed geprikt om te kijken of mijn baby Down-syndroom of andere nevenziekten heeft. En we hebben erbij gelijk mijn waardes ook laten prikken. Dus vitamine B, vitamine D, ijzer, etc. Ik ben heel bang voor bloedprikken. Ik vind het echt heel naar. En als er iets is wat ik vervelend vind, is het dan dat mensen zeggen... maar je hebt toch allemaal tatoeages? It's not the fucking same. Dus ik vroeg of dat allemaal gewoon in één test kon. Zodat ik gewoon 1 keer moest bloedprikken en dat dat dan allemaal werd gemeten. Dat kon. Zo, ik ben gewoon buiten adem van praten. En we weten nu waarom. Al mijn uitslag is binnen en blijkbaar is mijn ijzerwaarde echt belachelijk laag. Gevaarlijk laag. In zwangerschap gaat je ijzerwaarde sowieso naar beneden. Maar ik zeg het nu waarschijnlijk op een verkeerde manier. Maar dit is eventjes in mijn Jip en Janneke taal. Je hebt dus een ijzervoorraadje en een ijzerwaarde. En volgens mij moest de voorraad 20 zijn en was die bij mij 3. En de waarde zelf moest volgens mij 10 of 15 zijn. En bij mij was die 3,6. Dus ik ben super moe de laatste tijd. Mijn handen en mijn voeten tintelen de hele dag door. Soms straalt het zelfs uit naar mijn hele lichaam. Dat gewoon mijn hele lichaam tintelt. Ik ben lijkbleek. Ik weet niet of jullie het zien. Maar ik snap dat je bleek wordt in de winter. Maar dit, ja, ik zie er gewoon echt heel pil uit. Ik heb de hele tijd koud. Ik slaap soms echt 16 uur per dag. Praten is dus al... Je hoort dat ik ben buiten adem. Soms hou ik mijn telefoon vast en dan denk ik... Dat is zwaar. Dat is echt heel zwaar. Ik heb natuurlijk ook mijn fles nu. Waar ik zo blij mee ben. Maar dat is een liter fles. En ook die, ik kan hem soms niet eens meer vasthouden. Want dan beginnen mijn vingers pijn te doen. Dus... Ik gooide het allemaal maar de hele tijd op de zwangerschap. Ik dacht, ja, ik ben zwanger. Ik zal vast wel gewoon zwakker aanvoelen en gewoon moe zijn. Maar dit is dus niet helemaal de bedoeling. Het is niet heel goed. Dus ze gaan eerst onderzoek doen of er niet iets anders aan de hand is. Bloedziektes. Klinkt heel eng, maar ik probeer er gewoon niet te veel voor na te denken totdat we meer info hebben. Het adem hoor, Jezus. En hopelijk krijg ik dan of een ijzerinfuus of eventueel bloed toegediend. Daar had ze het ook over. Want supplementen gaan gewoon op dit moment niet helpen. En voeding ook niet. Althans niet op de korte termijn. Het gaat gewoon, dat duurt minimaal 6 weken om dat in mijn lichaam op te nemen. Maar het kan ook langer duren. Dus we willen natuurlijk niet dat ik me nog 6 weken zo voel. Maar goed, voor de rest gaat alles wel heel goed met de baby. De baby groeit heel goed. Er is dus niks aan de hand qua gezondheid. Dus dat is wel echt... Ach. Ah, zo'n opluchting. Vooral omdat ik me dus heel slecht voel. Maar ja man, ik moet gewoon rustig aan gaan doen. En ik zeg je heel eerlijk, omdat ik in mijn tweede trimester zit, dacht ik juist een beetje van, weet je wat, we gaan er gewoon weer tegenaan. Widia, je mag echt wel weer wat meer energie hebben. Ga maar gewoon weer dingen doen. Ook al voelde ik me dus moe. Maar nu denk ik, nee, we gaan gewoon weer 3 stappen terug. Dus ik ga het echt rustig aandoen. En ja, het is niet anders. Poepo. Okay. Wat voor bericht moet het zijn? Ik heb een dubbeltje. Ja. Die kleine momenten die zo heel veel bijdragen aan wie je bent, waar je voor staat. Mijn capaciteit. Klamme handjes, en met 2 jaar gevlogen. Kleine momenten.
Fuck off, nu. Gewoon eerder. Ik moet er wel even kijken, want ik wil niet in één keer een soort van. It's out. Oh. Mijn hart gaat zo snel. Ja. Kijk hier gelijk. Wow. Crying, I'm fucking crying. Ik krijg nu al DM's met I'm fucking crying. Oeh. Oh mijn god. Ik denk dat ik me in lange tijden niet zo niet jarig heb gevoeld. Ik ben ook nog niet jarig officieel. Morgen ben ik jarig. Maar it's been rough. Oh mijn god. Felix is echt al, ik denk, 2 weken op en aan ziekig. Deze laatste week heeft hij echt goed thuis gechilled en alles uitgeziekt. Maar ja, ik was ook de hele tijd thuis. En ik heb er niet eens één moment bij stilgestaan dat ik ook ziek zou kunnen worden. Ik word nooit ziek. Alleen nu is mijn weerstand heel laag, omdat ik problemen heb met mijn ijzer. Ik heb gewoon een hele lage weerstand nu. Dus de hele week ging het eigenlijk prima. Tot aan vanmorgen. Ik word sowieso 5 keer per nacht wakker om te plassen. Dus elke keer dat ik wakker werd, dacht ik, wow, ik voel me ineens wel een stuk slechter. Oh mijn god, ik voel me nu nog slechter. En toen ik om 7:30 wakker werd vanmorgen, dacht ik, klaar. Ik ben zo ziek. Ik heb corona, want ik heb spierpijn, mijn keel doet pijn, ik ruik niks meer, mijn neus zit verstopt. Ik ben ziek. En ik ben morgen jarig. Lekker dan. Ik heb heel de week een soort van Felix aangesterkt door middel van maaltijdjes en lekker voor hem koken en zo. Zodat hij vandaag aangesterkt zou zijn, want we hebben een leuke dag vandaag. Eindstand word ik gewoon ziek. Typisch. Maar goed, toen ging ik nadenken. En gisteren heb ik lekker mijn voetjes laten doen in Rotterdam. En degene die dat doet, Natasja, die heeft een kindje van 3 maanden. Dus die lag heel de tijd in mijn arm. En omdat ik een ijzertekort heb en mijn lichaam gewoon niks meer gewend is, heb ik spierpijn van dat. I know. Ik ben op de bank gaan liggen, ben verder gaan slapen en ik voel me nu wel iets beter, maar niet optimaal. Ik zou me beter willen voelen morgen op mijn verjaardag, want dan gaan we lekker uit eten en zo. Dus fingers crossed dat het beter gaat. Maar vandaag gaan Fee en ik lekker naar het Conservatorium Hotel. Oh, wat heb ik daar zin in, hé. Ik heb daar sowieso altijd al een keer willen slapen, maar ik vond de prijzen gewoon belachelijk duur. Je hebt ook wel echt mooie kamers hoor. Het is niet dat je niet waard voor je geld krijgt, maar €700 voor een kamer. Yo, het is echt niet nodig voor mij. Maar dit keer dacht ik, weet je wat, ik hoef geen gekke verjaardag. Ik wil gewoon fully chill mode. Ik ben zwanger, dus ik wil gewoon lekker genieten. Dus we dachten, 1 nachtje kan geen kwaad. Dus we gaan daar lekker slapen. We hebben een treatment, dus ik heb een speciale zwangerschapsmassage. Felix heeft ook een massage en we hebben een paar tijdslots geboekt in de spa. Dus ik kan gewoon niet wachten om daar heerlijk heel de dag te chillen, roomservice te bestellen. En morgen gaan we dan eten met vrienden en overmorgen met familie. Dus ja, wordt vast allemaal heel gezellig. Ik hoop dat ik me dus ook gewoon goed voel. Zo, ik hoef niet naakt op beeld. Maar ik ga me gewoon goed warm aankleden, want ik zie de bomen alweer waaien. Het is volgens mij echt koud buiten. Dit is wel een heel speciaal jaar voor mij. Ik word 25 en ik heb als kleinkind altijd gezegd, ik wil 25 worden. Want het is de leeftijd waarop ik heel veel vanuit liefde ga leven. Waarop ik heel veel acceptatie voel. Waarop ik een soort doorbraak heb gemaakt door mijn hele zware periodes. En ik was echt 8 of zo toen ik dat altijd zei. I was right.
Ja, 25 is echt. Het is ook nog eens mijn lucky number. Het staat ook op mijn enkel. Het voelt ook echt als een jaar van gekke transformatie. En dat zeg ik volgens mij elk jaar. Want elk jaar gebeurt er wel iets. Minimaal één ding wat heel groot is. En wat heel veel impact heeft op mij en mijn hele leven. Maar nu dus echt. Ik ben zwanger. Dus ja, yeah, it's insane. Dit is het laatste jaar zonder baby. En ik kan echt 10 keer op een dag janken. Ik voel het nu alweer emotioneel met het idee dat ik volgend jaar dus een baby heb als ik 26 word. Oké. Okay. I think it's time to go. Jij blijft thuis. En Paula komt hier. So happy. I'm so happy. Ja, hij is echt verliefd op Paula. Ja, Paula komt op jou vast. Oh, auw. Jezus Christus. Auw. Ben je blij? Oké. Okay. Ik moet je memo nog even luisteren, babe. Maar, oh my god, je gaat me echt haten. En I'm so fucking sorry. Ik heb hier zo niet aan gedacht. Felix kwam er ineens mee. Toen dacht ik, oh ja, oh my god. Morgen komt de schoonmaker. En op zich is dat geen ramp. Oef, zo, weg bij het adem. Maar het is gewoon dat het best wel vroeg is. Hij komt dus, 8:30, 9:00. Ja. Je hoeft niks te doen en je kan gewoon je ding doen. I'm sorry. Dat was echt, zonder grappen, de beste treatment die ik ever in mijn leven heb gehad. Ze begon met een scrub. Het was een magnesium scrub. En dat was niet per se heel chill, want het werd heel tingly en heel itchy. Mijn lichaam voelt nu wel opgewekt. Dus ik moest daar gewoon even doorheen. Daarna mocht ik lekker douchen. Kreeg ik een full body massage. En ze eindigde dus met een scalp massage. Oh mijn god. Ik heb normaal altijd tijdens een massage het gevoel van, oh nee, wanneer is het einde? Ik wil niet dat het einde is. Maar nu zat ik zo lekker in het moment dat ik gewoon alleen maar aan het genieten was van haar handen over mijn lijf en over mijn hoofd. En ze was ook zo lief. Ze vroeg of ze mijn buik mocht aanraken. En ze was gewoon heel gentle en heel caring. Ja, dit was echt de beste €180 die ik heb uitgegeven voor vandaag. Felix is even naar de Albert Heijn. Hij moest nog wat halen voor vanavond. Vraag me af wat je dan bij de Albert Heijn moet halen. Maar dat zien we vanavond wel. Onze kamer is echt heerlijk. Het is een 2-splitdeling. Dus we kunnen hier lekker chillen. En later boven slapen. Ik ga nu even douchen om nog even goed warm te worden. Doe ik lekker mijn joggers aan. En als het goed is, is onze roomservice er dan.
Zo, die French toast was fucking spam. Ja. Nu een pancake. Hè? Kijk dat eten ook. Lekker jezelf filmen terwijl je lekker eet, hè? Gaan we lekker eten? Lekker. Ja. Ja joh, expose die belly maar. Nou ja, nu mag het. Ik vergeet de hele tijd. Ja. Het is echt raar, hè? Doordat ik zwanger ben, ben ik erachter gekomen dat ik mijn buik gewoon 24/7 inhoud. Op een gegeven moment kon dat niet meer. Toen dacht ik, ja, maar dat hoeft ook niet, Keel. Ik doe het gewoon onbewust. Nee, ja, best weet het nu wel, hoor. Wat? Is je preggo? Nee, nee, ik bedoel niet om het te hijden. Ook voordat ik zwanger was, hield ik blijkbaar de hele dag mijn buik in. Oh. Niet meer mijn buik hoef te hijden. Cheers to 25. Ik ga zo lekker uit eten met mijn vrienden. Lekker in Amsterdam bij een gastrobar. Ik wilde eigenlijk naar de locatie boven Hudson Bay, maar die is dicht. Corona. Dus we gaan nu naar een locatie die ik niet ken. Maar als het goed is, hebben ze daar gewoon hetzelfde menu. Dus gewoon wel dezelfde lekkere Indonesische rijsttafel. Want daar heb ik gewoon heel veel behoefte aan de laatste tijd. Gewoon goede maaltijden, het liefst Aziatisch. Dus I'm really looking forward to that. Ik heb voor mezelf lekker een taart gekocht bij Life of Pie. Dus daar gaan we ook van smullen. Maar we moeten wel nu weg, hè? Hoe laat is het, babe? 4 minuten. Oké, we gotta go. So this is my outfit of today. With my bestie. Oh, het lijkt alsof ik je pony aanraak. Het was helemaal niet de bedoeling om te matchen. En ik heb haar helemaal niet mijn outfit laten zien. Ja, nee. Mij ook niet. Nee. Dit gebeurt altijd. Altijd. So it's unintentionally. Sort of dress. Met de snake boots. En ik heb ook zwarte snake boots. Ik weet niet of je het kan zien, maar precies. Yeah. Oh, zo. Fuck the girl. My pussy. Show everything. En mijn nieuwe bag! Oh my god. I got a new bag! Love it! Een feetje gekregen. Ja, mijn nieuwe bag. Ja, nieuwe bag. Oh my god, even serieus. Het is cute. It's a color. Echt, hè? Coordination. Ja, we moeten wel even pikkers maken. Zo, maar die booby flash mag ook wel gewoon even kappen. Wauw. This outfit is dangerous. It is for pregnant lady. Fucking hell. Dit is niet moederproof, hè? Nee. Grapje. Even met mijn mom. Moet je doen wat je wil doen, oké? If you want to show them titties, them ass. If you're a mom, life doesn't stop. Okay? Get that coin. You know what's up. Kijk, mijn man. Eerst wint hij. Echt een vriendin. Meert die knuffels voor me op Walibi. Bij mijn koffer kreeg ik een lijstje. En nu krijg ik bloemen. Kijk eens. Ah, thank you.
It's fuck off. Uh-oh. Oh, nee. Rotterdam. Oh, nee. Dan gaat het ineens fucking slecht. Ik denk dat ik mij zo heb gefocust op het creëren van de announcement video. Toen de announcement dag, die heel overwhelming was. Toen mijn verjaardag. Waardoor ik vergat hoe mijn gezondheid ervoor staat. En ik vergat het niet compleet, want ik voel het de hele dag door. Ik ben echt mega zwak. Maar ik weet niet, het was gewoon niet... Het had niet de overhand, omdat ik zoveel blijdschap voelde voor de dingen die ik net opnoemde. Dus de announcement video, het creëren daarvan, mijn verjaardag. Lekker met mensen zijn waarvan ik hou. Mijn babytje zien op de echo, weet je wel. Het waren gewoon zoveel leuke dingen, waardoor ik wel voelde dat ik me slecht voelde, maar niet optimaal of zo. En nu mijn verjaardag over is en eigenlijk al die leuke dagen waar ik zo naar uitkeek voorbij zijn en al die hectische dagen... voel ik gewoon dat mijn hele lichaam instort. En terwijl ik dit ook zeg, voel ik mijn lichaam... Ja, het begon maanden geleden met het tintelen van mijn vingers. Toen werd het mijn handen, toen werd het mijn handen en mijn voeten. Toen sloeg het door naar mijn benen en nu is het mijn hele lijf. Maar ik voel mijn lichaam echt snakken naar iets. Ik kan het niet anders omschrijven. Het is een heel raar gevoel. Het is tintelend en onwennig en... Ik word er een beetje misselijk van als ik er te veel over nadenk. Want nu weet ik dus dat het komt omdat het gewoon ijzer mist. En zo voelt het ook. Het voelt alsof er een heel groot deel mist. Ik ben echt belabberd op dit moment. En mijn HB-waarde is dus 3. En als zwangere vrouw mag je volgens mij op de 6,5 zitten. En dat is al aan de hele lage kant. Want eigenlijk moet je als vrouw rond de 11 zitten. Maar ik heb dus 3. En elke keer als ik of een verloskundige spreek, of een huisarts, of in ieder geval iemand medisch, dan geeft diegene ook heel duidelijk aan, hoe sta je nog overeind? Ik weet niet zo goed hoe jij de dag doorkomt. En ik voel nu dat ik ook echt de dag gewoon bijna niet meer doorkom. En mijn weerstand is ontzettend laag. Ik denk stiekem ook dat ik of een keelontsteking heb, of een amandelontsteking, want slikken is echt ondraaglijk. Mijn mond openen doet ook al pijn, dus praten is sowieso en vermoeiend. Want ik ben buiten adem en het doet pijn. En ik voel me gewoon kut. Ja, ik voel me gewoon fucking kut. En ik baal hiervan, want ik wil natuurlijk gewoon in my best way possible zijn voor de baby. Alleen, ja, dit is nu gewoon de stand van zaken. Dus, ik word over 10 minuten opgehaald door mijn schoonmoeder. Felix heeft namelijk een belangrijke afspraak voor zijn nieuwe single. Anders had hij me gebracht, maar mijn schoonmoeder brengt me naar what the fuck? Het ziekenhuis. Want als het goed is, word ik daar nu opgenomen en krijg ik een infuus. Een ijzerinfuus. Wat hoor ik nou? Ik hoor een toeter. Zou ze er zijn? Let me check. To go.